In deze video gaan Harm en ik alle spulletjes openen die we vorige week op Wish besteld hebben. Mocht je die video nog niet gekeken hebben, check die dan zeker eventjes. Is misschien handig voordat je deze kijkt. En ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan eventjes op het kanaal. 50% van jullie is niet geabonneerd. En we zijn bijna bij die 200.000 abonnees. Kom on, abonneer eventjes. Cadeautjes! Ja, ja. Allemaal van mij. Nee, zeker niet. Jammer. Het is tijd om ze open te maken. Cocaïne? Nee, die is voor me. Nee, kut, dat is het verkeerde. Nee, die moest er niet tussen. Ketamine? Oh, nee, dat is ook de verkeerde. We hebben wel een paar leuke pakketjes hier, op coke. Ja, nee, alles is binnen. We hebben vorige week op Wish allemaal willekeurige meuk besteld. En die zijn we. Wat gaan we als eerste openen? Ik weet vrijwel zeker dat dit een mystery is. Ik vind dit een beetje vaag. Alles is wit en dit is een geel pakketje. Ja, maar je kan ook op de labels zien wat erin zit. Ik weet al wat daarin zit. Oké, nou, het is jouw video, dus aan jou de keuze. Goed, waar gaan we mee beginnen? Ja, ik zou zeggen, dit zakje cocaïne. Ja, prima. Oh, dit zijn dezelfde, of niet? Nee. Niet? Nee, volgens mij is eentje. Wat hebben we allemaal ook alweer besteld? We hebben zo'n sixpack ding besteld. Ja, en shit dat je op vuur kan gooien. We moeten een vuurkorfje eigenlijk maken straks. Oh ja. Check even de vorige video, want dat doet Jeroen niet. Je moet even naar je vorige video verwijderen. Oh ja, ja. Ja, vorige video hebben we dit allemaal besteld. Kijk die video. Dan moet je zeker checken, als echt een leuke video. Ja, waarom zou je dit kijken als je die video niet gezien hebt? Nee. Dan weet je niet wat erin zit. Ja, dit is dat Mystical Fire spul. Dit kun je en wat is dit? Oh, dat is die geheime camera. Oké, ik laat het zien. Dit is echt een mini zakje. Het ruikt naar, ja, cocaïne. Het is cocaïne. Hoe is dit over de grens gekomen? Valt ook van ellende meteen uit elkaar. Dit is, wacht, ik pak hem even uit. Kijk, dit lijkt een USB-stick, maar dit is dus blijkbaar een camera? Ja, dat zit aan de achterkant als het goed is. Ik klik op een knopje. Wat is het dan, camera? Wat is dit? Dit is een U-disc. U-disc DV. Is dit überhaupt wel die camera inderdaad? Zit er wel een camera? Oh, je moet hem draaien. Ja, dat is. Het lijkt op een lampie. Is het niet gewoon een lampie? Gast. Oké, er zit een klein puntje op. Dat zou de camera moeten zijn. Lijkt niet op een camera. Hoe zou dat überhaupt werken? Wacht. Moet er, als het goed is, ook een lichtje branden, toch? Dit is het nadeel wel, ik heb wel veel elektronica gekocht. Ja, je hebt veel te veel elektronica gekocht, de helft van de elektronica werkt sowieso niet. Dom. Oké, ik wil dit ook even openscheuren. Dit kun je blijkbaar over het vuur heen gooien en dan komen er allemaal verschillende kleuren in. 25 gram. Volgens mij is dit toch wel die coke, hè? Ja, er zit cocaïne in. Oh, wat? Dit is blauw! Huh? Het ruikt letterlijk nergens naar. Hier, kijk, het is gewoon blauw spul. Zou het per kleur verschillen? Oh, ik weet wat het is. Kijk, waarschijnlijk fikt dit op, waardoor er iets vrijkomt of zo. En dat is dan... Het zou toch niet zo zijn dat je één keer zo erin gooit en het is boem, blauw en weg. Ja, één kleurtje en het is gone. Waarschijnlijk wel. Maar waarom heb je dit nou opengeknipt? A unique way to enjoy a brilliant display of colorful flames on wood burning fires. For the best results, simply toss 1 to 3 unopened packages on any indoor... Je moet het gewoon letterlijk met plastic en al eroverheen gooien. Oké, hier zijn we hoor. Ik heb het spul. Jullie zien er niks van, want het is donker. Maar ik heb een vuurtje. Hier gaan we. Ik gooi er eerst een beetje... Wow! Wow! De vlam wordt in één keer blauw. Volgens mij zie je het helemaal niet zo goed op camera. Zou ik gewoon het hele zakje eroverheen jieten? Ik jiet het zakje eroverheen. Let's go. Boom! Oké, het valt best wel tegen. Het wordt eigenlijk alleen maar blauw. Zit er nog wat in? Nee, het is leeg. Nou, that's it. Valt best wel tegen. De vlam is... Ja, het is iets blauwer geworden, maar... Meh. Volgende cadeautje. Let's go. Wat ben je aan het openmaken? Wat is ik dat? Ik weet het niet. Deze had ik... Ja, doe maar joh. Dit is die laser, die wil ik heel graag testen. Ja, doe maar. Checka! Gaan we! Dit is die laser. Dit was ook een van de duurdere, toch? Ja, dit ding was iets van 30 euro of zo. Nogmaals, kijk de vorige video. Want bij die laser adverteren ze het ook echt alsof je er dieren mee dood kan maken. Die laser die schoot dus op een musje. Yep. Ja, we hebben in de vorige video alles behandeld. Dit ding is echt letterlijk gevaarlijk. Dit moet je niet op iemand richten, want je kan hier gewoon branden mee maken. Ja, er stond ook bij de beschrijving dat het een class 4 laser is. Ik weet niet wat dat betekent. Maar class 4. Okay. Blijkbaar is dat een ding. Oh, dit is een accu. Ja. Europese lader. Top. En de laser zelf, man. Goed open scheuren, dat ding. Wacht, heb jij batterijen? Wat voor unit? Dit ding is... Dit weegt gewoon letterlijk een halve kilo of zo. Het is echt een unit. Oké, even zien. Oh, hier in de achterkant kun je hem opendraaien. Oh yeah, come on. Oh, Arm, er zitten batterijen in. Zegt hij dat het gewone batterijen zijn? Ja. Ja hoor, dit zijn gewone batterijen. Oh, wacht eens even. Hij hoort het nu gewoon meteen te doen volgens mij. Ja, er zat een klein papiertje tussen. Daarom deed hij het eerst niet. Maar dit zijn geen normale batterijen. Huh? Het zijn gekke Chinese batterijen. Ik moet niet kwijtraken. Nope, daarom... Als dit voor het eerste keer een Chinees product is wat wel goed is. Ja, misschien op de telefoon. Oh, holy shit, dat is echt
sterk! Yo. Wacht. Hier moeten we oppassen, want dit brandt ook. Hè? Hier kun je sigaretten mee aansteken. Gast, ik zweer, als je dit ding op mijn camera zet, dan is mijn lens één keer stuk. Schijn eens, het is nu gewoon overdag, hè? Overdag is yep, het. Je ziet gewoon. Gast. Hij is warm! Doe nou niet. Hij is oprecht warm, Ik wil het ook doen. Voel eens, het is warm. Holy shit! Gast. Kom, we gaan papier pakken. Nee, we moeten ook een bril hierbij op hebben, denk ik. Anders word je echt blind. Ja, want hij weerkaatst soms in je ogen. Ja. Heb je bril, hè? Ik zie nu al een beetje blauw, jij niet? Ja, een klein beetje. Het is f***ing veel. Kom, we gaan achteruit proberen. Gast, dit is f***ed op. Ik heb al 2 zonnebrillen, denk ik. Ja, hier moet je niet mee k***en, man. Oké, we hebben beide een zonnebril op. Yo, Jeroen. Hey! What's up? En ik heb even een keukenpapier gepakt. Oké, ik klem hem hier. En Jeroen, die schijnt er nu op. Oké, daar gaan we dan. Oh wacht, is dit wel goed voor de camera? Ik ben echt bang dat mijn camera gewoon stuk gaat zo. Als je er te lang naar staat, dat is gewoon slecht voor je ogen. Gast, laten we eens even kijken hoe ver het ding gaat. Je ziet hem op de bomen. Wacht, zie je dat op de camera? Even inzoomen. Ja, je ziet de stippie. Oh, dit ziet er zo ziek uit. Oh, op de camera zie je het zo goed. Gast, die boom erachter pakt hij zelf. Oh, kijk dan op de... Je kan het zo perfect volgen op de camera. Gast, dit is insane. Dit is gewoon overdag, hè? Hey. Ja, het is gewoon licht overdag. Buiten. Oké. Oh, gaan we dan. Even op één punt houden. En dan goed boven. Als het goed is, hoort hij er doorheen te branden. Op een gegeven moment. Nee, ik kan hier geen dieren mee doden. Dat is in ieder geval één ding wat we zeker weten. Yep. Wat ik wel kan doen, ik kan het even splijten. Als we hier eenmaal vuur mee maken, dan gaan we ook dat andere spoor overheen gooien. Ja. Dan hebben we een gekleurd vuurtje. Nou, dat werkt niet. Nee, dat werkt niet. Spijtig. Ja. Dus scam. Dit is een scam. Ik zeg refund. Yo, check dit. Als je dit 's nachts doet, het is gewoon net één gigantische lightsaber. Je ziet bijna niks, want het is hartstikke donker buiten. Maar dit is echt insane, jongen. Ik hoop dat mijn camera niet stuk gaat. Ik wil geen dode pixel in deze camera krijgen. Oké, de laatste test. Gaat hij het opfikken? Oh, er komt er ook vanaf. Ja, hij fikt hem gewoon op. De laser is er inmiddels ook doorheen gegaan. What the fuck, jongen? Oké, pretty cool. Wow! Wacht, niet van verderaf. Wow! Yo, dit is sick. Wat is dit? Dit lijkt niet op iets. Wat moet dit voorstellen? Weet ik niet. Kan je dat er niet in zien ofzo? Gast, jongen, je kan wel een hele video maken alleen om die f***ing zaklamp. Ga er trouwens niet in kijken hoor. Ik krijg weer last van mijn ogen. Zo snel? Ja, ik f***ing gek ofzo. Elke keer als mijn ogen dicht doen, dan zie ik gewoon een blauwe, vage waas, man. Ik zie ook een blauw stip als ik mijn ogen dicht doe. Oké, tweede doppie, hier gaan we. Oh! Ik kijk wel in de kamer. Oh, dit is sick. Dit is sick. Oké, ik ga toch... Wow! Wow! Draai meteen weg. Oké. Nou, cool, lachen. Nou, lachen man. Het is wel een klein beetje scam. Hij steekt hoe duur was hij? Hoe duur was hij? Volgens mij 35 euro of zo. Zoiets. Oh, dat valt mee. Ja, maar hij werd wel geadverteerd alsof je er dingen aansteken. Klopt, maar een serie zo'n dikke laser waar je echt gewoon op 100 meter nog steeds makkelijk mee kan schijnen. Dat is sowieso wel 50 euro hoor. Ja, dat is waar. Maar, oprecht, er komt wel warmte vanaf. En dat vind ik best wel insane. Dat is wel sick, joh. Oh yeah. Sponsortijd, dames en heren. Deze video wordt gesponsord door G2A. G2A is een online marketplace waar je goedkoop games kan kopen. Ik koop zelf ook altijd al mijn games van G2A. Check de link in de beschrijving. Bijna iedere game valt daar wel goedkoper te krijgen. G2A, bedankt voor het sponsoren van de video. En laten we verder gaan. Oké, ik doe de volgende, Jeroen. Let's go! Ik weet niet wat het is. Ik weet zelf ook gewoon al niet meer wat we allemaal gekocht hebben. Wat is deze? Oh, ja, dit is dat Coca-Cola ding. Wil je om een blikje bier heen? Ja, hebben we bier? Kijk, het is zo'n rubber dingetje. Dat kan je om een bierflesje doen of een blikje. Ik heb geen idee. Volgens mij moet het om een blik. En dan lijkt het net alsof je cola hebt. Dus als je bijvoorbeeld naar school gaat en je zegt tegen je meester of docent van hey, luister eens, ik heb gewoon cola en dan zit je ondertussen aan de pils. Lekker man. Ja, dit is lastig. Kijk, dit is mooi. Dan heb je dus een Pepsi blikje en dan doe je gewoon lekker zo. Het is eigenlijk ook gemaakt voor blikjes. Oh, dit past best wel nice. Oh, het ziet er best wel legit uit. Kijk, dan moet iets verder. En je hebt een blikje Coca-Cola. Je hebt een blikje cola. Het ziet er oprecht best wel legit uit. Kijk dan. Gewoon van een afstandje. Hij is wel iets te lang, heb ik het idee. Ja, maar... Daar kun je echt wel een biertje in verstoppen, hè. En dan kan je gewoon zo lekker drinken. Sick. Lijp. Ga je nooit gebruiken in je leven? Als ik ooit weer eens een keer naar een festival toe ga, gaat die gebruikt worden. Ook dan mag het gewoon openbaar. Het is denk ik meer voor school. Ja, maar wie de f*** gaat er nog bier zuipen op school? Ja, dat is toch chill. Heb ik nog nooit gedaan. Nou, top man. Lekker, hè. Lekker, hoor. Ik ga de volgende opscheuren. Let's go. Ja hoor, de sixpack. Ik wist dat dit hem was. De sixpack. Het sixpack ding. Dit is blijkbaar een sticker die je op je buik kan plakken en dan stuur je daar schokjes heen ofzo. Hij gaat trillen. Ja, gaat trillen dan. En dan krijg je als het goed is een sixpack. Oh, hij plakt een keer. Echt? Gadverdamme, maar dit is toch geen sick, dit is voor je reet. Oké, Jeroen, doe je. Ga staan, Jeroen. Dit is ook geen fijne plak. Hoe moet die op je lichaam dan? How to use. Gast! Wat voor scam. Huh?
Er staat dat het een heel sixpack ding is en het is alleen maar dit. Wat? Ja, je moet echt om... Kun je hem niet uitvouwen of zo? Hier, kijk, dit staat op het papiertje. Dit is oprecht gewoon voor je reet. En hij doet het ook niet. Ah, het is zo fucking nasty. Hoe plakkerig is dit? Ja, dat moet je weer opplakken. Je moet het opplakken, jongen. Nou, gaan we. Godverdamme. Ja, maar hij kan niet aan. Oh, dan moet de batterij in. Dan ben je. Ja, die heb ik wel. Ik vind het niet fijn, Adam. Ik wil hem eigenlijk niet op mijn lichaam plakken voordat we hem uittesten. Jawel, gelijk op je lichaam. Oké. Ja, maar hoe breed is dit ook? Hij zit nu juist gewoon precies waar een sixpack hoort te zitten, zit hij omheen. Bruh, dan moet ik hem zo plakken, maar dat is ook verlept. Gast. 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 Dan ga ik door meestal uit, Nee, nee, hou hem op, Jeroen. Jij bent fucking bang. Ja, ik vind het niks. Ah, gast, dit komt uit China. Klaarom geëlektrocuteerd geworden, jongen. Zet hem eerst op stand 1. Nee. Waarom begint hij nog niet? Wat doet hij? Wat? Oh, misschien kan hij er gewoon op klikken. Hij moet het ook... Schokjes! Het zijn schokjes! Ja? Het zijn oprecht schokjes! Ah, dat is niet fijn. Dat is niet fijn. Hij trilt helemaal niet. Het zijn fucking schokjes. Oh, het prikt een beetje. Ja, het zijn fucking schokjes. Ik schrok echt, joh. Toen ik hem nu is het wat chill. Toen ik hem eraf pakte, toen kreeg ik echt een schokje op mijn duim. Ja, ik krijg in het begin schokjes. Wacht. Oh ja, ik weet wat je bedoelt. Ja, hè? Ja, maar dat is niet de bedoeling. Ik dacht, nu voel ik hem ineens niet meer. Hij stopt, zie je? Dit is een soort lekkere vibratie. Is dit zo'n massage of zo? Een buikmassage? Ja. Dat is echt niet erg, hoor. Dat zijn dus, dat zijn wel schokjes, of niet? Ja, nee, het trilt gewoon lekker. Ik krijg snel. Ja, ik kreeg een dikke schok. Dat kreeg ik net ook. Dat is gewoon wacht. Dan moet je hem even uitdoen. Au, au. Ah! Wat? Ah, dit fucking baan. Hij schokt fucking erg. Echt? Ik neem hem als een man. Van mij mag je hem hebben. Ik ga dat denk ik nooit van mijn leven gebruiken. Gaat hoor, dit werkt toch ook niet, jongen? Tuurlijk wel. Gewoon jezelf elektrocuteren totdat je het sixpack hebt. Wat een man. Deze heel k***. Zie je? Hij gaat nu f***ing rapid fire. Ik voel duidelijk in mijn been. Wat? Uit. Ah! Ah! Dit is al f***ing hard. Ik zweer het je. Ik heb ook echt al vieren stand op de vieren. Waarom laat je hem ook gewoon opzitten? De allereerste keer dat ik een schok krijg, ropte ik dat ding er meteen vanaf, joh. Je moet hem de rest van de video omhouden. Ik begin te zweten, ik zweer het je. En nu steekt hij? Ik snap niet waarom jij hem om hebt. Dan gaat hij zo weer, dan gaat hij het programma weer opnieuw beginnen. En dan gaat hij in één keer keihard. Echt serieus. Yo, ik zweer. Op een vibrator zien. Dit is letterlijk hetzelfde als, weet je, als je keihard lacht. Dan voel je ook echt je buik aanspannen. Oh, ja, ja, ja. Dit voelt precies zo. Echt? Ja. Oh, want door die schokjes ga je natuurlijk automatisch aanspannen. Ja! Dat zou het wel zijn. Daarom is het. Je spant je buiken vanaf. Ik weet zeker, als je dit een week doet, op een gegeven moment geef je geen kick meer onder natuurlijk. Nee, klopt. En dan zit je ook lekker zo met je pants. En dan is zo, ja. Het is ook dikke scam. Dit is mij beloofd. Ik ga hem even langzaam een beetje in mijn broek doen, als je het niet erg vindt. Ja, dat moet je doen. Maar het zijn schokjes, hij trilt niet. Ja, hij trilt wel. Trilt wel, hoor. Nou, ik zeg volgende. Nee, stoppen ermee, man. Mooi geweest. Volgende pakketje, let's go! Boom! Ik heb geen flauw idee wat we nog meer hebben. Sowieso had ik nog een telefoon besteld, de mystery box en nog één ding, maar ik weet niet wat. En volgens mij is dat ene ding dit, want dat gele pakketje is volgens mij de telefoon. Maar we zullen het zien. Harm, hou jij het nog een beetje vol? Ik ben een beetje te schuimbekken, denk ik. Oké, hij begint het programma opnieuw. Oh, ik krijg de meeën! Ik krijg meeën! Zit je daar gewoon rustig op school in één keer tijdens de les, iemand? Oh, wat hebben we hier? Het is... Oh! Dit is een horloge. We hadden een horloge besteld met een aansteker erin. Oeh! Het gaat je pols exploderen. Oké, hier is de reveal. Jullie gaan hem zien voordat wij hem zien. Oh! Wat is dat? Nou, het is gewoon een horloge. Ik zeg je wel eerlijk, hij begint echt te prikken nu, man. Ja? Het voelt echt alsof ik een beetje spierpijn in mijn buik krijg. Wat dat? Ik denk misschien wel dat het werkt, man. Ik vind het niet fijn. Ik wil hem denk ik gewoon niet nog een keer op hebben. Oké, blijkbaar, wat het ding is met dit klokkie. Als het goed is, kun je... Oh! Ja, 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 ja. Oh, hij wordt ook meteen rood. Wat? Hier, check. Wacht, ik laat het eerst nog even goed zien aan de camera. Kijk. Hij wordt meteen rood daarbinnen. Wat is dat? Daarmee kun je sigaretten aansteken. Niet. Het is gewoon aansteken. Oh, echt, ik kap ermee hoor. Ja, tuurlijk. Oh. Straks word je in één keer echt geëlektrocuteerd. Dat is hetzelfde als met dit horloge. Ik wil hem heel graag wel dragen, maar dat ga ik absoluut niet doen. Want op een willekeurig moment explodeert hij waarschijnlijk. En dan ben je je pols kwijt. Oh yeah. Oh, hij komt er ook vanaf. Hij komt er ook vanaf. Oh, hij is uitgegaan. Dat is wel chill, dat hij automatisch uitgaat. En dan gaat hij. Heb eens. Hij staat te fikken hoor. Nou, top. Zo interessant is dit ding eigenlijk niet. Toen ik hem tegenkwam, vond ik hem heel chill. Het is best wel chill als je een keer aan het uitgaan bent. Iemand in de volsteken. Oh ja, hier. Tjoek. Doe maar! Hoe doe je dat nou dan? Je kan hem opzij schuiven aan een van de twee kanten. Maar het is wel risky, man. Want als je per ongeluk tegen tikt, in één keer gaat het ding aan. Ik weet zeker, als je een keer gaat slapen met het ding of zo, en dan brandt je hele bed open. Yep. Gewoon. Ben je aan het rollenballen in je slaap en dan... There you go. Dat helpt bijna, of niet? Ja, nog twee pakketjes. Mystery box en de telefoon. Oeh, de telefoon gaat ook lachen worden, hè? Wat zeg maar, wat is? Ja, nee, telefoon natuurlijk. Want ja, ook Jeroen heeft gewoon een telefoon besteld.
Hij werd geadverteerd als Samsung of zoiets, toch? Samsung. Ja, fake ass Samsung. Oké, okay. Het is al goed verpakt. Dat, ja, alleen... dat mag ook wel als de telefoon is. S20 mini, wauw, dit is dikke scam. Dit is dikke scam. Hartstikke nep. Zo stom. Oh my god. Hier gaan we, de reveal. Ik hoop niet dat hij uit het bakje valt. Gast, wat was dit oprecht gewoon een chille telefoon? 3, 2. Hij kostte 30 euro, 20 euro? 30 euro of zo. Nee, 50 of zo. Nee. Ik weet het niet. Check de vorige video, dan zien jullie de prijs. Boom, daar hebben we hem. Oh, er zit een ding voor. Ja, je ziet echt helemaal niks. Oh, dat is hem. Dit is hem al gewoon. Dude, dit is oprecht gewoon een telefoon. Hoezo is hij blauw? Ik had een zwarte besteld. Echt, serieus? Ja. Deze is best wel sick. Hij ziet er helemaal niet sick uit. Gast, het is net een baksteen. Welcome. Het ziet er zo pixelated uit. Lijkt net alsof je een spelletje gaat spelen. Welcome. Het scherm zegt... Je kan het letterlijk als burner telefoon gebruiken ofzo. Ja, ik ga dealer worden. Er zit ook een mooie screen protector bij, want je wil natuurlijk zuinig zijn op dit soort telefoontjes. Oké, we gaan eerst de camera checken. Damn homie, looking clean. Wow! Ach, laten we even selfie maken. Oh, sick animatie hoor. Nou, hey, oprecht. Ouwe, dit valt oprecht mee, dit. Oh, show me the money. De kwaliteit valt best mee. Het is nog oké. Voor iets van 30 euro, hij is dat goed is nieuw. Hij is goed nieuw. Ik dacht heel even trouwens ook dat er een simkaart bij staat. Maar dit is gewoon zo'n dingetje waar je een micro simkaart in kan drukken. En er zit ook gewoon een oplader bij. Er zitten oortjes bij. Het hele pretpakket is wel compleet. Zit er ook gelijk. Joh, dit ding weegt niks. Staat YouTuber standaard op? Ja. Oh, YouTube staat er ook. Ja, ik doe gewoon even inloggen. De vorige video! We hebben hem! Hier, wacht, hij staat op 360p. Ik zet hem op. Waarom doet hij dat? Hij lag gewoon. Ik zet hem op 1080 en hij lag gewoon. Hier, het loopt ook niet meer gelijk. De audio loopt gewoon niet meer gelijk met het beeld zodra je hem op 1080 zet. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar het loopt helemaal vast. Van. Oh, de backhand. Je gebruikt het ene om het andere stuk te maken. Yo, met de laser! In de lens. Wacht, kunnen we dat filmen op een of andere manier? Ja, wacht. Dan doen we zo en dan pak ik de camera erbij. Jij schijnt op de lens. Ja, maar dit is heel risky, want wat als ik op de camera lens? Oké, dan moet je zo doen. Moet je er gewoon niet op aimen. Oké. Gewoon heel rustig. Ja, 3. En 2, niet op mijn vingers. 1. Boom. Oh! Ik weet, er zitten 3 camera's in. Ik ben ze alle 3 aan het beknallen. Oh, stop. Je hebt hem kapot gemaakt. Echt? Je hebt hem kapot gemaakt. No way! Je hebt hem kapot gemaakt. Zie je dit of niet? Ja. Je hebt hem serieus kapot gemaakt. Oh my god, de laser heeft het cameraatje gesloopt. Oh, hij doet het weer. Hij doet het wel weer. Zie je dat? Hij is helemaal... Ja, er zit letterlijk een zwarte streep door. Ja, kijk, dit bedoel ik. Als jij op een... Oh, wacht. Ik check nu ook gelijk mijn camera. Ik zweer het je. Bij wat voor lens het ook is, je krijgt een streep. Als je zo'n dikke laser in een lens schijnt, krijg je zo'n streep. En wacht, is nu het beeldscherm kapot of gewoon alleen de cameralens? Ja, de camera. Ja, precies. Wow. Dat is echt waar. Nou, de camera is kapot. Jongens, oeps. Hier is de laatste. Ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan vinden, want dit is een mystery box. Nou, dames en heren, hier komt u.